Dries de Bont, proficiat met je overwinning. Jullie domineerden met het team de hele wedstrijd en dan worden jullie nog eens 1, 2 en 3. Hoe voelt dat? Het is prachtig. Ik denk inderdaad dat het echt een teamprestatie is. En, ja, ik ben enorm gesteund door die mannen in de achtergrond van ons ploeg altijd. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik tot aan de meet bij raakte alleen. Want het schot was eigenlijk af. Het was een beetje probeert om de sterkste man in koers was vandaag Florian, denk ik. Alleen na mijn aanvoelen was dat toch zo. Ik voelde mezelf ook heel goed. Maar ik wist ook gewoon dat een helft van die man heeft een crossgeschiedenis en ik niet. En ik denk dat de mensen op tv wel zullen zien hem. Want we zien aan het sukkelen in die gravel. En ik dacht dat ook van mijn eigen, want ik moest altijd 10 meter toerijden elke bocht. Maar dat ging, hoe langer dat de koers duurde, hoe makkelijker dat ging, die 10 meter toerijden. En dan dacht ik, wat ver kom vandaag. Ik moet er gewoon van weggeraken. En dan is denk ik de mannen hun verdienste geweest dat ze Florian het gat hebben laten toerijden. En het meeste werk hebben laten doen. En vanaf dat we met die 6 samenkwamen in de finale, heb ik mij even moeten herzetten. Want ik heb het geprobeerd om Florian zo moeilijk mogelijk te maken vooraan. En om het zo lang mogelijk te laten duren om ze te laten terugkomen. En dan heb ik geprobeerd om met een goede pijl ze nog een keer onder druk te zetten. En als ze toerijden, dan is het dan Timo van Quinten. En ze hebben getoond dat die ze ook gingen afmaken met 2 en 3. Ik denk dat echt proefprestatie om u tegen te zeggen. Ik win hier ook alleen maar dankzij die mannen, want zonder die mannen reizen, dat gaat terug toe op mij. En, dus dank u ploeg. Dank u Hulpes in de Koning. Je overwinning sinds de Giro voelt geweldig goed, denk ik. Ik zie het aan jou dat je er echt van geniet. Ja, het was ook probleem. Allee, ik ben eigenlijk al een heel jaar naar mijn eigen gevoel toch op een heel goed niveau aan het rondrijden. Maar ik heb al wat tegenslag gehad, een paar valpartijen meegemaakt in het voorjaar, terwijl ik echt goede benen had. Zo net de koerssituatie die een beetje de verkeerde kant uit kantelde. En ik ben iemand die... voor mij moeten soms de kaarten gewoon een keer goed vallen. Ik zie dat dan gebeuren en ik weet dan goed wat ik moet doen. Ze waren van het jaar nog niet perfect gevallen, de kaarten, tot op vandaag. One last question in English. Congrats with your win. Did you feel that you could win at the 5K when you went away? I think those these last 5K, I think they were the hardest of my career. Really, I was struggling. I was even like I was talking to myself in the last 5K like you cannot quit because the guys in front in the back they need you to keep pushing. Because then, if they catch you back, you give them the victory. So I was actually pushing, not only for myself, but also for the guys in the back. And also, Christophe was yelling in my ear, like, don't give up. And that was the only thing that kept me straight, because I was really giving in at a certain moment. And I was seeing to my computer, the watts dropping and dropping. I said, and then the last turn at 3K to go was backwind and saved my life. Because if it was headwind until the finish, I wouldn't have made it, I think. Congrats with your win. Thanks. Thank you.